Jordan Bataka, 1-0 verlies hier op het veld van Club Brugge. Ja, misschien was een gelijkspel eerlijker geweest. Ja, weet je, kijk, we zijn hier naartoe gekomen om te winnen natuurlijk. Weet je. Elke wedstrijd speel je om te winnen. Maar je weet dat het lastig gaat worden. Je weet dat Club Brugge constant gaat drukken en ja, kansen gaat proberen te creëren. Dat hebben ze gedaan. Maar we hebben ze heel lang zeg maar onder controle gehad. Weet je. En dat zij dan scoren via een penalty is heel zuur. Is heel zuur. Dus ik denk dat wij we hadden 0-0 kunnen spelen. Zij hadden misschien door de kansen die ze hebben gecreëerd ook een paar doelpunten kunnen maken of misschien eentje. Maar wij denk ik ook 1 of 2 keer. Maar goed, het is langs ons kant niet gevallen en dat is heel zuur en jammer. Inderdaad zuur dat tegendoelpunt via een penalty komt. Heb je gezien wat er daar juist aan vooraf gegaan is? Was het een penalty volgens jou? Nee, ik heb het niet gezien, want ik was bezig met mijn rechtstreekse tegenstander op dat moment. En ik zie de scheidsrechter gewoon naar de stip wijzen en ik begreep het niet. Dus ja, we gingen allemaal als gekken naar de scheidsrechter van wat is er aan de hand, weet je. Goed, hij luisterde dus in zijn oortje naar de VAR of zo. Die hebben gezegd dat het penalty was. Dus ja, wat ga je op dat moment doen of zeggen? Ja, in de tweede helft ook nog even een akkefietje tussen jou en Club Brugge speler. Wat was daar juist aan de hand? Ja, de scheidsrechter fluit af. Die fluit voor een fout of zo. Dus ik wil stoppen, maar hij blijft me onder druk zetten alsof hij het niet gehoord had of zo. Daarna geeft hij me nog een trap op mijn enkel. Dus ja, ik dacht van, wat is er nou aan de hand? Dus ik draai hem om en ik geef hem een duw en hij duwt me terug. En dat was het ook. Ja, want uit de tribune leek het niet een reactie die we van jou gewend zijn. Ja, nee, precies, weet je. Maar goed. Het is misschien ook een beetje emotie, weet je. Ik ben niet de type die zich snel uit de tent laat lokken en zo, maar weet je. Je wilt heel graag gelijk spelen of winnen, weet je. En dan gebeuren zulke dingen. Dan speelt het een beetje op je gevoel, weet je. Goed, ik heb het net ook met hem besproken, gewoon met die spelers zelf. We hebben het uitgesproken, elkaar een knuffel gegeven. Want ik ben niet iemand die... Die haat of frustraties of woede in zijn hart houdt. Dus meteen uitgesproken en we hebben het ook opzij gezet. En nu volgende week naar Moes Kroen. Is tegenwoordig ook geen makkelijke tegenstander, hè? Nee, je weet dat zij... ze hebben nog niet verloren dit kalenderjaar. Het gaat lastig worden, maar goed, niks is onmogelijk. Ik denk dat wij... Met de kwaliteit die we hebben, het spel dat we laten zien, zeker wat kunnen gaan halen daar. Ja, alles kan nog in aanloop naar play-off 1. Het kan volgende week zomaar verzekerd zijn. We gaan ons best doen. Goed, dankjewel.